Het is deze week Donorweek. Iedereen wordt opnieuw bepaald bij de keuze om ja of nee te zeggen tegen orgaandonatie na je overlijden. Er is nog steeds een groot tekort aan orgaan- en weefseldonatie. En dat tekort kunnen we samen oplossen. In de Donorweek wordt ook in het MCL in Leeuwarden extra aandacht besteed aan het belang van donatie. Woensdag werd in de centrale hal een stand ingericht met informatiemateriaal. Donatiefunctionarissen Ekelien Steensma en Loes Visser gaven daar antwoord op alle mogelijke vragen. Omdat als je overleden bent, je nog wat goeds kan doen met je organen. Er zijn mensen die wachten op nieuwe organen en die kan je helpen. Kun je op zo'n dag mensen werven echt? Kun je mensen overtuigen? Ja, ik denk het wel. Je kan uitleggen wat het belang is om je organen te doneren. Maar met name dat mensen zich laten registreren. En het gaat er dan om, als men overleden is, dat het dan makkelijker... het is al een heel emotioneel gebeuren, het overlijden. Dat je het makkelijker maakt voor de familie en voor de arts om de vraag dan niet te hoeven stellen. Als men niet wil dat de organen worden gedoneerd, als je geregistreerd staat. Als je het nou tegen je vrouw verteld hebt, van ik wil dat mijn organen gedoneerd worden, is dat niet voldoende? Kan voldoende. Als je vrouw ervan weet en na je overlijden komt de vraag bij je vrouw, dan mag zij beslissen als ze het weet. Alleen, het is belangrijk dat je je keus kenbaar hebt gemaakt. Of dat je bezwaar hebt, want dat kan ook. Maak dat ook kenbaar. Of dat je zegt, ik wil het wel. En je kan ook zeggen, ik weet het niet. Laat mijn familie maar beslissen na mijn overlijden. Dus als je vrouw op de hoogte is en je hebt het bij de keukentafel er wel eens over gehad. En dat hebben we wel meegemaakt. Dat een moeder zei van, hij stond niet in het register. Maar hij zei altijd, ja, als ik er niet meer ben, dan mogen ze mijn organen hebben. En zij had er moeite mee, maar ze zei, in de gedachte van mijn zoon geef ik toch toestemming. Oké, prima. Vraag gedaan. Je moet even nadenken van, wil ik dat wel? En wil ik alle organen? Of wil ik alle weefsels? Want je mag ook best zeggen, alles maar niet mijn hart. Of alles niet mijn hoornvliezen. Dus dan zeg ik, denk er thuis even rustig over na. Maar het gebeurt ook wel dat mensen zeggen, ja, ik zou het steeds, het blijft erbij. Dan heb ik niet de formulier, jullie staan hier. Vul het alsjeblieft in en wij verzamelen het en wij sturen het op voor u. Dat kan wel. De vraag hoor je wel van dat, dat ze het uitstellen om je keus vast te leggen. Of dat je zegt ik wil het niet, want dan doen de dokters geen best meer voor mij. Want dan gaan ze liever voor mijn organen. En dat vind ik, ik zeg het nu even een heel krom, een rare vraag, want dat is helemaal vanzelfsprekend niet het geval. De dokters zijn heel zorgvuldig bezig en ze gaan ervoor om je als patiënt beter te maken. Maar lukt dat niet en kom je te overlijden en is de mogelijkheid er, dan komt wel de vraag. Maar dat is de insteek van het, dus dat vind ik altijd een beetje raar dat ze zeggen van nou ja, dan hoef ik er niet over na te denken. Dat vind ik altijd een beetje, ja, denk er alsjeblieft even over na. Als mensen bezwaar hebben, dat is heel goed, heel legitiem, dat mag. Maar als je het wel wilt, bespreek het, leg het vast.